Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag is het tijd voor weer een adventskalender unboxing. Ik kreeg namelijk deze kalender opgestuurd van NYX. Dit is de NYX Diamonds and Eyes Please Advent Calendar. Qua prijs verschillen webshops nogal, maar bij Boozy Shop kost hij 46,95. Dat is een beetje de lagere prijs die ik heb gevonden. Hij is dus niet goedkoop, maar ik ben wel heel erg excited, want ik vind NYX een van de fijnste merken wat betreft make-up. Als ik de achterkant zo zie, dan zie ik een heleboel lipjes staan. Dus ik gok dat er veel lipproducten in gaan zitten. En ik heb gewoon heel veel zin om deze te unboxen. Dus mocht je ook willen weten wat erin zit, zou ik zeggen, doe vast een duimpje omhoog. Ga ik heel gauw beginnen. Laten we eerst eens kijken naar het uiterlijk van de kalender. Dit is de voorkant. Hij is dus knalroze met metallic zilver glitter. Op de achterkant staat dus wat erin zit. En als je hem opent, komt dit tevoorschijn. Nou, metallic glitter all over the place. Dus ik hoop dat hij niet te veel jullie gaat verblinden vandaag. Hij heeft nu wel heel veel diamanten. Bling, bling, boom. Een echt jukebox. Dat soort dingen. Ja, ik heb gewoon heel erg veel zin. Dus ik ga even kijken of ik vakje 1 kan vinden tussen al dit gebling bling. Dat is best wel een dingetje volgens mij. Is dat misschien vakje 1? Ik heb vakje 1 gevonden. Volgens mij gaat hij gewoon zo. Dat scheelt. Hier zo zit vakje 1. Even kijken waar de opening zit. Hier. Oké, jongens. Wat gaat erin zitten? Een mini matte lipstick. Hij is in de kleur Perfect Red. Dat is een kleurtje dat ik zelf ook in mijn stash heb liggen en heel erg fijn vind. Hij is dus mat rood. Echt super mooi. Ik heb zelf een full size, maar dit is echt een prachtig kleurtje. En het fijne aan dit soort minis, ik denk dat er best wel veel van dit soort minis in zitten, is dat je heel veel finishes en kleuren en dat soort dingen kunt uitproberen. Dus dat vind ik heel erg tof. Nummer 2 zit er dus naast. En dit is een Born to Glow Liquid Illuminator. Dus dit is een liquid highlighter. Ik heb deze zelf nog niet geprobeerd. Volgens mij zit hij ook nog... Oh, hij zit niet dicht. Ik ga toch niet eventjes op mijn hand swatchen trouwens allemaal vandaag. Omdat ik best wel veel producten in winacties ga weggeven in december. Dus misschien dat je wel dit allemaal kan winnen in december. Dus stay tuned for that. Vakje nummer 3. Oké, die had ik blij dat we nog de zijkant open moeten maken. Oeh, is dit mijn favoriete lipkleur ever? Ja, dit is de NYX Soft Matte Lip Cream. Ik kwam even niet op het woord. In de kleur Cannes. Dit is echt een van mijn all-time favorites van NYX. Is echt een prachtige kleur die denk ik ook iedereen zal staan. De formule is heel erg fijn. Het is dus een liquid lipstick. Ja, ik heb deze echt al jaren in mijn stash al meerdere van gekocht. Backups liggen. Echt een topper. Dan vakje nummer 4. Oeh, iets van een oogschaduw zo te zien. Dit is de Glam Purple Eyeshadow. Zit er een stickertje op of kan ik hem openmaken? Ik kan hem openmaken. Dit is de kleur. Heel erg mooie paarse glitter. Vakje nummer 5. Even kijken wat we op Sinterklaasavond krijgen. De This Is Everything Lip Scrub Exfoliant. Ik moet zeggen dat ik die zelf nog nooit heb geprobeerd of überhaupt heb gezien. Oké, hij is echt knalpaars. Hij ruikt best wel een beetje naar vanille. Het is dus een heel handig driehoekig tinnetje. Als ik hem weer dicht krijg, juist. Zo ziet hij eruit. Wel handig trouwens dat ze er een lipscrub in doen als je bedenkt dat er zoveel lipproducten in zitten. Want ik gok het als je die allemaal wil proberen in de maand december, dat je lippen best even een scrub kunnen gebruiken. Vakje 6, die zit hier zo. Oké, dit is volgens mij zo'n product dat ik zelf nooit heb. Ja, een buttergloss. Ik hou zelf niet zo van gloss. En dit is de kleur Angel Food Cake. Dus die wel een heel mooi roze-lila kleurtje. Vakje nummer 7. Weer een oogschaduw. Weer een hele mooie glitter. Deze keer een beetje groenig. En deze heet Crystal. Deze is een beetje zilvergroenig. Heel mooi. Ik zie hem ook in het licht de hele tijd veranderen. Ik hoop dat dat op camera overkomt. Maar heel mooi. Nummertje 8. We gaan er wel snel doorheen zo op deze manier. Omdat het allemaal zo op volgorde is. Dus niet zo hard hoef te zoeken. Even kijken. Dit is een This Is Everything Lip Oil. Oké, dus deze is uit dezelfde lijn als de lip scrub van daarnet. Deze hoor ik heel goede verhalen over. Ik heb hem dus zelf nog nooit geprobeerd. Maar ik ben hier wel heel erg benieuwd naar. Hoe ruikt hij? Oké, niet heel heftig. Dus het is niet dat je denkt van wow, wat smeer ik op mijn lippen. Vakje 9 zit hier aan de zijkant. Dit is ook weer uit de This Is Everything lijn.
En dit is ook een lipolie. Klopt dat? Even kijken hoor. Dit zijn allebei This Is Everything lip oils. Maar blijkbaar zijn het dan verschillende kleurtjes. Oké, de eerste was in Sheer. En dit is de kleur Sheer Blush. Ik zal ze even naast elkaar laten zien. Dan zie je dat er daadwerkelijk een kleurverschil in zit. Maar het zijn dus lipolie, dus het verzorgt je lippen. Maar het heeft blijkbaar ook een heel licht kleurtje. Vakje 10. Die ziet er best wel flink groot uit. Als ik er tussen kom. Juist. Even kijken. Oh, dit is weer een Born to Glow Liquid Illuminator. Even kijken, welke kleur is dit? Dit is de kleur Gleam. Een wat goudere kleur dan de vorige. De vorige was de kleur Sunbeam. En hier zie je het kleurverschil. Pakje nummertje 11. Die zit hier zo. Dit is weer een soft matte lip cream zo te zien. Ja. En dit is de kleur Rome. Dit is toevallig letterlijk mijn ena favoriete. Candid is mijn absoluut favoriete soft matte lip cream. En Rome is nummer 2. Dus als je deze kalender hebt, dan heb je mijn twee favoriete lipproducten van NYX erin zitten. Ik denk dat deze ook heel veel meiden zullen staan. Dus heel tof. Dan gaan we verder met vakje nummer 12. Die zit hier. Dit is de This Is Everything Lip Loving Balm. Dus een lippenbalsem. Hij zit in dit potje. En als je hem open doet, komt er een knalrode lippenbalsem uit. Wel grappig dat deze knalrood is en de scrub knalpaars. Maar je hebt in ieder geval genoeg lipverzorging in deze kalender. Als je niet van lipproducten houdt, is het dus geen kalender voor jou. Dat weten we in ieder geval inmiddels wel. Pakje 13. Ik ben echt... Oeh, dit is de HD Finishing Powder. Deze heb ik zelf ook in mijn stash liggen. Is heel erg fijn. Het is wel een klein formaatje. Maar om uit te proberen is dat natuurlijk ideaal. Want ik vind dit echt een van de beste poeders die er is. Gaan we naar vakje 14. Waar vast weer een lipproduct in zit. Ik vind het zo leuk dat er zoveel lipproducten in zitten. Want dat zijn voor mijn gevoel ook een beetje de leukste producten van NYX. En dit is weer een matte lipstick. In de kleur Natural. Volgens mij heb ik deze zelf niet. Maar hij ziet er heel mooi nude lichtroze uit. Dan vakje 15. Weer een buttergloss in de kleur crème brûlée. Echt een heel lichtroze kleurtje. Vakje nummer 16. Even kijken. Oké, dit is het eerste vakje wat lastiger open gaat. En dit is weer een oogschaduw. Deze heet Golden Bronze. En dat is ook echt wel hoe ik hem zou omschrijven. Als een gouden bronzy kleurtje. Echt heel mooi. Het zijn wel tot nu toe allemaal glitter oogschaduw. Ik zou het leuk vinden als er ook nog wat matte kleuren tevoorschijn gaan komen zo meteen. Even kijken hoor. We waren net bij 16. Gaan we verder met 17 hier zo onderin. En dit is... Oké, dit is nog een beetje een bruin-gouden oogschaduw. Deze heet Bronzed Goddess. Zo ziet hij eruit. Ik zal even die andere ernaast houden. Dit is dus Bronzed Goddess en dit is Golden Bronze. Kun je goed het kleurverschil zien. Vakje nummer 18. Die zit hier zo. En dit is weer een matte lipstick. Dit is de kleur Siren. Oké, deze vind ik heel tof. Dit is echt een diep donker paarse kleur die echt wel heel gaaf is om een keertje te proberen. En ik denk dat veel meiden deze ook nog niet in hun stash hebben liggen. Zo'n soort kleurtje, zeg maar. Vakje 19. We gaan alweer richting de kerst. Dit is nog een matte lipstick. In de kleur Whipped Caviar. Volgens mij heb ik deze zelf ook. En het is ook weer echt een prachtig mooie kleur. Vakje nummer 20. Eventjes kijken. Zo gaat hij open. En het is een hele mooie oogschaduw. Een beetje een roze-paarsige kleur. Rosé Gold heet die. Dit is hoe hij eruit ziet. Ik vind hem echt prachtig. Beetje roze, mauve, paars. Wel weer met glitter. Maar wel heel erg mooi. Nummer 21. Die zit hier. Dit is een HD Studio Photogenic Eyeshadow Base. Oké, dit is een product dat ik zelf helemaal niet ken eerlijk gezegd. Dit is een oogschaduwbasis. Ik ken deze helemaal niet van NYX. Maar ik kan me zo voorstellen dat dit echt een topproduct is. Want al hun setting, producten en dergelijke vind ik over het algemeen echt geweldig. Ik hoop dat jullie geen last hebben van de ambulancegeluiden buiten. Maar bijvoorbeeld hun setting sprays en hun poeders en al dat soort producten vind ik eigenlijk altijd geweldig. Dus deze kan haast niet anders zijn. Nummer 22. Die zit hier.
Echt een gouden oogschaduw. We gaan richting kerst en het wordt steeds feestelijker. Want kijk even hoe mooi. Nummertje 23. Even kijken hoor. Waar zit de opening? Aan deze kant. En dit is een buttergloss. Wel weer roze. Alle buttergloss zijn voor mijn gevoel roze. En dit is de kleur tiramisu. Oké, de naam vind ik echt geweldig. Maar een heel leuk kleurtje weer. En dan de allerlaatste, vakje 24. Ik hoop dat er hier een full-size product in zit of zo. Om mee af te sluiten. Want ik verwacht hier toch altijd wel een beetje de klapper van de kalender. Even kijken, hij gaat aan de bovenkant open. En er zit de Pore Filling Primer in. Dit is een product dat ik zelf nog nooit heb geprobeerd. Maar waar ik iedereen altijd over hoor. Want hij schijnt heel fijn te zijn. Ik weet niet of het een full size is. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar het is wel een heel tof product waarvan ik zeker weet dat iedereen hem heel erg fijn gaat vinden. Dat was in ieder geval alles wat er in de kalender zat. Ik ga hem dicht doen en aan de kant leggen. En dan gaan we even kijken. Toppunt. Er zit geen enkel opvulproduct in. Maar dan ook geen enkel. De mono oogschaduws zijn natuurlijk eigenlijk allemaal full sizes. Maar verder zijn het eigenlijk allemaal minis. Wat ik zelf op zich leuk vind, omdat je heel veel verschillende soorten finishes en kleuren kunt gebruiken. Kunt proberen qua lipsproducten. Er zit dan weer niet echt een blauw of een groen in ofzo die ze ook hebben. Maar wel heel veel verschillende finishes en kleurtjes en dat soort dingen. Ik vind het een hele leuke kalender qua inhoud. Er hadden alleen wat mij betreft iets meer full sizes ingemogen. Maar verder vind ik hem absoluut de moeite waard. Ik vind hem ook de prijs waard. Maar het is wel echt een kalender waar je van lipproducten moet houden. Dus mocht dat niet het geval zijn, dan is het geen kalender voor jou. Ik hoop in ieder geval dat je deze video leuk vond om te zien. Als dat zo was, doe natuurlijk nog even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren als je hier nieuw bent. Het is helemaal gratis en je helpt mij er heel erg mee. En dan zie ik je heel erg graag terug bij een volgende video. Doei doei!